Xhaka, ja. 3 doelpunten. Ja, dat is voor mij persoonlijk natuurlijk mooi. Dus ja, staat het er goed in, denk ik. Wat me opviel was een bevlogen sportlust, wat vocht voor elke bal, wat meters voor elkaar maakte. Was dat een drijf overmiddag? Ja, je moet natuurlijk waken voor onderschatting, maar vanaf minuut 1 zaten we er gewoon op. Bij balverlies zetten we meteen druk. Ja, eerste helft krijg je genoeg opgelegde kansen om hem te maken, blijft het 1-0. Tweede helft ook, denk ik. Ja, goed. Begin tweede helft zit je er gelijk goed op. En ja, maak je die 2-0, dan is het eigenlijk al voorbij. Goed, het vertrouwen weer. Ja, ik denk dat het vertrouwen en de sfeer altijd al goed is geweest. En goed, dat is nu nog steeds goed. En het is gewoon goed dat je net voor de winterstop alsnog die overwinning pakt. Na de winterstop straks, we gaan eerst 11 januari gaan we op trainingskamp naar Milo. En daarna begint daar gelijk de competitie weer. Ja, dan krijg je volgens mij Sliedrecht, een van de wedstrijden, Montfort. Dus dat zijn de wedstrijden waar het meteen om draait. Hey, ga gauw lekker douchen, yes. Het is koud en we zien elkaar.